Je kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza. Er trokken vandaag veel wolken over Nederland, maar niet overal was de bewolking even dik. In het oosten kwamen meer opklaringen voor, terwijl in het westen af en toe wat lichte regen viel. Op de satellietfoto is dat allemaal goed te zien. Nederland in de witte cirkel met de meeste wolken over het westen en in het oosten duidelijk meer opklaringen. We zien ook dat het geheel wat uit elkaar getrokken wordt. Dat betekent dat de bewolking in elk geval minder actief wordt en dat het vanavond op de meeste plaatsen droog is. In het oosten de meeste kans op een opklaring. Temperatuur in de avond tussen de 7 en 10 graden. En vannacht dalend naar 5 graden in het noordoosten en een graad of 8 is het in het zuiden. We houden nog vrij veel bewolking, maar er zijn ook plekken waar wat opklaringen voorkomen. De windwaai uit het noordoosten is matig tot vrij krachtig. Ook morgen overdag met temperaturen die oplopen naar zo'n 7 of 8 graden in het noordoosten. Graad of 10 in het zuiden, misschien zelfs hier en daar 11. We beginnen de dag in het zuiden met wolkenvelden. Het blijft op de meeste plaatsen droog. In het noorden is al veel eerder ruimte voor de zon, en die zon breekt in de loop van de dag ook door in het zuiden van het land. Dan gaan we naar de vrijdag en de zaterdag. We zien de temperatuur steeds verder dalen. Zaterdag is het maar een graad of vijf. Vrijdag hebben we daarbij veel zon. Maar zaterdag komen er meer wolkenvelden voor. Net als zondag een flink deel van de dag. Maar zondag loopt de temperatuur wel eventjes wat verder op. Laat op zondag zien we het weer opklaren. En dat betekent dat we een koude nacht tegemoet gaan. Op de eerste nachten van de volgende werkweek liggen de temperaturen onder het vriespunt. Ook overdag tamelijk lage temperaturen. Pas midden volgende week lopen de temperaturen langzaam weer wat op. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.